Een hele goede morgen en welkom bij nieuwe Ups & Down. Ik heb Jordi al naar school gebracht. Sam zit lekker te genieten van een fruitzakkie. Die wou die graag. Liam, ik had luiers binnengekregen voor Jordi. Liam zit te genieten in zijn doos. Dus ja, lekker in je doos, hè? En hij heeft ook al fruit gehad. Ze houden allebei heel graag zo'n fruitzakje. Die was ik aan het... Ik was even een beetje van alles aan het wegtrekken en dan doen het de zagers dat. En toen houden ze dat. Maar ja, prima. Dan een keer geen echt fruit, maar een knijpzakje. Hé hey, jongens, succes. Nou, ik ben heel even heel trots nu. Echt heel trots. Liam had gepoept en hij kwam mij vertellen dat hij gepoept had. Dat zei... Het ding is, hij moet bewust worden van het feit dat hij bepaalde dingen doet... En hij begint een beetje bewust te worden van het feit dat hij gepoept heeft. Dus dan komt hij mij vertellen, zegt hij mama. En dan wijst hij naar zijn kont. Ik zeg, oh heb jij gepoept? Nou dan gaan we dat even schoonmaken. Nou dus, dat doen we dan ook gelijk. Dat is wel echt een dingetje dat we gelijk moeten doen. Maar ja, dat zulke dingen is voor mij toch wel weer even een momentje dat ik denk, yes, we komen ergens. En het lijkt misschien voor sommige mensen heel weinig, maar voor ons is dit best wel weer een stap verder. Hij doet het nu, ik denk, 2-3 dagen dat hij echt komt vertellen van ik heb gepoept. Dus we zijn weer een stapje verder. En hij is gewoon leerbaar, alleen hij is hartstikke druk in zijn hoofd. En we zijn bezig met zindelijkheid, alleen... Je moet er ook aan toe zijn als kind. En op dit moment is hij daar nog niet zo erg aan toe. Maar wel toe om dingen aan te gaan geven. Dus als je dingen kan gaan aangeven, als je hem dat leert, dan kun je ook die stap naar zindelijkheid iets beter voor hem maken. Als ik hier een potje gewoon neerzet, dan zet hij hem op zijn kop en dan denkt hij, hey, hallo feest. Maar op het moment dat hij bewust wordt van dingetjes, dan kan hij daar meer mee doen. En de kinderen zijn nu lekker aan het spelen, dus ik denk, ik ga even gauw was aanzetten. Oh, wacht, ik kan een beetje op zo. Hoppakee. Zo. En Jordi gaat normaal altijd op maandag zwemmen. Maar er waren twee juffen die hij niet kent. En dan is het voor Jordi niet verantwoord om te gaan zwemmen. En waarom is dat niet? Er is een bepaalde werkwijze met Jordi en hij heeft waterangst en of angst voor bepaalde dingen. Dus ook voor als hij iets moet gaan doen met mensen die hij niet vertrouwt. En dan is de standaard zwemjuf er wel en er is een zorgjuf. En die zorgjuf die zorgt ervoor dat hij eigenlijk alle zorg krijgt die hij nodig heeft. Zij is ook gewoon juffrouw, zij speelt ook gewoon met de kinderen, et cetera. Maar er is net een extra stukje zorg dat zij geeft. Bijvoorbeeld als iemand een stoma heeft of een Mickey button waar ze voeding doorheen krijgen of wat dan ook. Dat mag zij dan helemaal verzorgen. En zij kent Jordi goed genoeg om te weten of dat het verantwoord is of niet. Dus ze zei ook van ja, ik denk niet dat het voor Jordi qua ervaring en zo dat het gewoon niet verantwoord is. Ja, dat is helemaal geen probleem. Ik zeg, dat snap ik helemaal. Dus Jordi gaat vandaag niet zwemmen. Wel vanavond de douche in. Want ja, dat is gewoon belangrijk. Jordi heeft momenteel ook heel erg veel last van eczeem. In zijn knieholte heeft hij eczeem en in zijn liezen. Dus daar ben ik ook aan het behandelen. En ja, ik kan hem ook niet bloot laten liggen in verband met de botox die hij heeft. En hij is ook niet zindelijk. Dus dat kan ik gewoon niet zomaar. Dan zou ik een hele kamer moeten afdekken en... hem daar rond laten lopen. Dan gaat hij in zijn eigen poep zitten rollen. Dus dat is gewoon niet verantwoord. Dus vanavond gaat hij even de douche in. En ik ben zelf eczeem bekend. Dus ik weet dat ik dan niet met zeep, bepaalde zeep moet wassen. Ik weet dat ik bepaalde dingen wel en niet mag doen. Dus ja, ik heb er ook al spullen voor in huis gehaald, et cetera. Dus ik weet wat ik aan het doen ben. Vroeger als kind zijnde, op een jongere leeftijd zelfs, zat ik echt helemaal onder de eczeem. Was gewoon niet grappig. Ik denk dat 70% van mijn lichaam eczeem was.
Dat was gewoon echt niet grappig. Dat ben ik ook aan behandelen. Dus ik zei ook al van ja, misschien is het dan ook wel beter voor hem om niet te zwemmen, zodat ik zijn eczeem beter kan behandelen. Ik heb Niels ook helemaal uitgelegd hoe dat hij het moet doen. En gelukkig weet Niels dat ik ervaringsdeskundige daarin ben. Want op dit moment heb ik het nog steeds op mijn rug zitten en op mijn hoofd uit. En op dit moment is het vrij ernstig. Dus, maar goed. Dan gaan we gewoon behandelen. En dat komt ook wel weer goed. Ik had nog gisteren croissantjes over die we hadden gehaald voor bij mijn ouders. Daar heb ik croissantjes tosti van gemaakt. En de kinderen zitten nu lekker te eten. Ik ga ze daar ook eten. Maar ze zitten nu lekker even te bunkeren. We mogen ook nog wel even genieten. Hè? Want morgen is Liam weer naar school en Sam is woensdag naar school. En als de kinderen hebben gegeten, schone luier aan, drinken en de hele zooi hebben gehad, dan gaan ze weer lekker hun eigen ding doen. Liam zit in zijn doos. Sam zit daar en ik ga even lekker een broodje zalmsalade eten. Hij heeft zijn tablet onder de deken verstoppeld, zodat Liam hem niet kan zien. Gekke kinderen. Stiekem zorgt hij heel erg goed voor Sam. Wij zijn aan het wachten bij de school van Jordi. En ik heb ze allebei even hun tablet gegeven. Want ik moet Jordi ze ophalen. En anders is het alleen maar roezie, 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 roezie. En daar heb ik echt geen zin in. Heb geen puff voor. Dus ja, dat. En ik wou straks vlees bij mijn kaascroissant. Just don't talk about it. Maar goed. Ik geef Jordi halen. En dan zijn we daar weer thuis. Een hele goede morgen. Ik heb Liam en ik heb Jordi al naar school gebracht. Het is nu 10:00 en we zijn al naar de winkel geweest. Ik en Sam. Oh, dat is een kampeerbusje. En normaal doe ik dit niet snel. En ja, morgen gaat hij weer lekker naar school en eventjes een beetje een feestje ervan maken dat hij naar school gaat. Ik heb een bakje kibbeling gehaald in plaats van fruit. Lekker bij de visboer, lekker vers gebakken. Het is ook niet zo dat ik dit normaal altijd doe, maar dit is een hele goede visboer en zo lekker. Dit is echt lekker. Ik heb ook een paar stukjes. Mijn mond begint al te lopen, maar en Sam houdt hier ook van. Jordi vindt het ook wel oké. Liam moet het totaal niet. En als ik het aan Sam geef, dan moet hij ook. Sam wil alleen dan wel geen saus. Ik wel. Maar. Oh, en hij had het niet gehad als hij niet ontbeten had. Maar hij heeft vanochtend gewoon lekker twee krentenbollen op. Dus lekker laten smullen. Lekker even genieten. Inmiddels ben ik alweer terug. Sam is bij zijn nieuwe schooltje geweest. We hebben het laatste gesprekje gevoerd. En dat gesprekje wordt eigenlijk vooral besproken van... Wat doet hij drinken? Hoe verschoon je jullie hem altijd?
heeft niks met controle te maken, maar gewoon het feit ja, dat ze het een beetje hetzelfde willen houden als wat hij gewend is. Even een staart in. Nou, even klaar met mijn haren. Ik verhaar als een gek. Maar ja, dat is allemaal goed gegaan. Hij heeft zijn groep gezien. Hij heeft Liam zijn groep gezien. Dus al met al goed. Ze hebben ook al gegeten en gedronken weer. Nou is het wachten op de avondeten. Wat is er, Jordi? Is een verkeerde filmpje. Oh, echt? Wat? Nou is het goede filmpje. Hij ligt hier met Sam een beetje te klooien. En Liam is aan het spelen. Dus dat. En ik ga heel even op mijn kont zitten. Want ik was al moe, maar ik ben nog steeds moe. Luiers zijn gedaan. En zo dadelijk eten gaan maken. Een hele goede morgen. Het is nog morgen. Ik ga dadelijk vertellen hoe en wat met de kinderen allemaal. Maar ik heb Niels zijn geld uitgegeven. Ik heb boodschappen gedaan voor een aantal dagen. Dus dat moet ik gaan uitlaaien. Ik dacht, laat ik jullie daar even in meenemen. Hoe dat ik dat allemaal naar binnen sjouw. Oh, alles is binnen. Nou moet ik alles nog gaan opruimen. Oké. Dat wat ik aan boodschappen heb gehaald is aanvulling, eten, brood voor de komende dagen, potjes, groenten. Ik heb ook verse groenten en zo, hoor. Maar dat zijn dingen dat als je een keer niet weg kan of zo, dan heb je altijd iets in huis. Dus dat is wat ik heb. Ik heb denk ik voor 5 dagen eten in huis. Niet zo dat ik die 5 dagen ook echt dat eten allemaal eet. Alleen dan heb ik het gewoon in huis. Mocht er iets zijn of zo. En mocht ik het bij wijze van spreken zaterdag niet eten. Weet ik veel. Het zit in de vriezer. Dus zo koop ik meestal mijn eten in. Dus dat. Ik ga nu alles opruimen. Wat ik kwijt ben aan al die boodschappen, dat praat je over ongeveer de €350. Het is gewoon echt veel tegenwoordig waar je overal voor boodschappen betaalt. Maar ja, dan heb ik wel een heel eind alles. En dan hoef ik misschien voor 1-2 dingetjes nog maar naar de winkel. En dan heb ik alles in principe. En dat is makkelijker, want dan kan ik gewoon tegen Niels zeggen als hij thuis komt van het werk.
Makker, naar de winkel, jongen. Dus of als hij terugrijdt van het werk of zo, weet je wel dat. Nou, ik ga even podcast aanzetten. En ik ga eventjes ervoor zorgen dat alles hier opgeruimd is. Over de kinderen gesproken. Sam zit op zijn nieuwe schooltje, het is allemaal goed gegaan. Vanochtend heb ik fysio gehad met Jordi over de trap aflopen. Daar moeten we daar elke dag gaan oefenen. Hoe ik mijn lichaam het beste kan inzetten. Dus helemaal top. Het was mijn ochtendje wel. Goedemorgen. Vanochtend hebben we eerst Liam en Niels naar het ziekenhuis gebracht. Want Liam had een oogtest. Doen ze druppels in het oog. En dan gaan ze kijken of dat hij een bril moet of niet. Hij had 0,5. Plus min, weet ik niet precies. Hij moet in ieder geval over een half jaar terugkomen. Ik ben eigenlijk ook brildragend. Want ik heb gewoon hetzelfde euveltje. Alleen ik ben te eigenwijs om mijn ogen weer te gaan laten testen. En een bril aan te laten meten. Ik heb er ook gewoon geen tijd voor gehad. Nog niet. Hoop ik wel in de komende periode te kunnen. Op woensdag of vrijdag. Als de etters weg zijn. Ja, dat. Dan. Daarna heb ik Jordi naar school gebracht. Ben ik met Sam. Ben ik. Naar de Helftheuvel geweest. Hebben we broodjes gehaald voor papa en voor Liam en voor Sam. Zodat ze van alles hadden. Nu zit ze lekker appeltje te eten. Want Sam is aan het leren om van een appel af te bijten. En dan eet hij wel appel. Snijdt het in stukjes, eet hij het niet. Maar zo eet hij het wel. Dus dat. Niels is weer gaan werken. Waar we waren bij de Helftheuvel. Daar werd een nieuwe Vibra geopend. En alles was 20% korting. En je kreeg een fles Dasty en een emmer cadeau. Dan zal ik jullie even laten zien wat ik heb gekocht bij de Vibra. Hoppakee. Ik ga jullie even laten zien. Ik heb een koelkast organizer gekocht. Die kan draaien. Want ik vind het zwaar irritant dat ik achterin moet zijn. Dus dat. Ik heb een glazen of een plastic ding, zeg maar, gekocht voor neer te zetten. Ik zit nog een beetje te denken waar ik hem voor ga gebruiken. Niet in de koelkast in ieder geval, maar dat. Dan heb ik voor Liam een vest gekocht. Ik heb een fles Dasty gekregen. Tegenwoordig zijn ze niet meer rond, maar zijn ze driehoek. Mocht je willen weten. Ik heb klemmen gekocht. Ik denk deze zijn wel heel leuk. Ik heb een Miracle Cream Cleaner van The Pink Stuff gekocht. Die heb ik al ooit eens gehad en ik vond hem op dat moment wel fijn. Ik heb ook de Miracle Wash Up Spray. Ik heb nogal wat, af en toe wat vies kleding. Ik heb nog een vest gekocht voor Jordi. Tada! Ben je klaar met je appel? Goed zo! Ik heb een joggingbroek. Voor die twee etters gekocht. Ik heb een champignon gekocht. Deze vond ik wel heel leuk, want er zitten lampjes op. Kan ik mooi daar ergens neerzetten. En ik heb een zo'n beest. In ieder geval een flamingo. Flamingo heb ik gekocht. Er zit een gedachte achter. Die gedachte is. Als een mama flamingo. Normaal zijn flamingo's altijd heel mooi roze. Als jij kijkt naar flamingo's. De mama's flamingo's. Die doen ook alles voor hun jong. En hoe lichter de kleuren worden van de flamingo. En hoe grijzer ze worden. Hoe meer ze. Voor hun kinderen en alles hebben gegeven. Zo een leuk weetje.
Dan heb ik ook nog een emmer die ik gratis gekregen heb. Toen ben ik nog heel even de zeeman ingehold. Ik dacht, ik heb nog tijd, dus dat kan ook nog. Ik heb een leuke trui voor Sammy, lekker zacht, gekocht. Ik heb voor mezelf een joggingpak gekocht. Dit is een blauwe. Bij de zeeman. En ze hadden geen L, dus ik heb XL gepakt, dus hij is lekker wijd. En ja, is misschien te groot. Maar hey, ik vind dat ook wel weer lekker. Dan kwam ik deze lampjes tegen. Dit zijn Color Changing Wireless LED Light. Dus die kunnen verschillende kleuren hebben. En ik dacht dus, het is misschien wel grappig voor bij Jordi. Dat we zeg maar verschillende kleuren kunnen doen voor hem. Als een soort van snoedeling. Dus dat is wat ik heb gekocht. En dan broodjes natuurlijk. Maar ja, daar heeft Niels al grotendeels al mee. En de jongens die hebben al een hele hoop ervan gegeten. Dus dit is wat ik heb gekocht. En ja, bij de spullen van de Wieber heb ik ook nog 20% extra korting gekregen. Dus ja, eigenlijk had ik... Ja, dat kan ik eigenlijk helemaal niet zien. Oh, mijn totale korting was 14,08 euro. Dus... Vind ik eigenlijk best wel netjes. Maar het was een hele mooie winkel. Leuk. Dan hoef ik ook niet elke keer de stad in. Dan kan ik gewoon naar de Elfteuvel. Dus dat is wel handig. Dus ja, dat. Het is nu 11 uur. Ik ga even mijn was aanzetten. En om 2 uur moeten we Jordi weer gaan halen. En om 3:30 komt de ergotherapeut. Want Jordi zijn buggy die is nog wel goed. Maar we denken dat het beter is om een rolstoel te hebben voor Jordi. Ja, om meerdere redenen. Ook omdat het lopen nog niet 1, 2, 3 wil. En ja, dat is steviger, meer handbaarder. Nou, we hebben er in ieder geval zeg maar, met de ergotherapeut over gehad. En met school, et cetera. En ja, wij hebben het idee dat dat beter is voor Jordi zelf. Dus vandaar. Ja, dus die komt daar eventjes kijken en praten. En kijken wat we nog meer kunnen gebruiken. Vandaag heeft Liam een en al uitbarstingen. Dus ik heb niet veel meer gefilmd. Hij is nu gelukkig rustig even aan het spelen. Ik heb net ook een gesprek gehad met de ergotherapeut voor Jordi. Ze heeft even gekeken, want ik zeg dat zijn buggy die hij nu heeft, dat hij niet helemaal meer up-to-date is. Dus ze gaan kijken wat er nodig is voor Jordi om hem, om of een andere buggy, wat wel up-to-date is, voor hem dan, of een rolstoel. Dus daar gaat ze naar kijken. Dat gesprek heb ik net opgevoerd en zij kent mijn hele gezinssituatie. Dus ook daar heeft ze heel eventjes nagevraagd natuurlijk. En zij heeft ook Liam en ze heeft ook Sam gezien enzovoorts. Dus ja, dan is het dossier weer compleet, zeg maar. Dus dat. Ja, ik ga zo eten maken. Ik denk dat we ook de aardappels eten met iets van worteltjes en een stukje vlees. Niet veel heel veel bijzonders wat zo klaar te maken is. Dus dat. Ja. En verder zien we het allemaal weer. En toen was het alweer de volgende dag. Och jongens toch. Ik heb gisteren zoveel werk gehad met Liam. Het was echt ja, insane. Gewoon. Ik werd er helemaal koekoek van. Maar ja, daarom heb ik ook niet veel gevlogd. Want het was, hij ging helemaal over de emmer. Ja, niks was goed. Nou, dus vandaar. En gisteravond heb ik nog alle broodtrommels staan maken en staan doen en staan opruimen, et cetera. Ik heb ook een nieuw joggingpak nu aan. Heb ik alles staan te doen en op een gegeven moment, ik was kapot. Ik zeg tegen Niels, ik zeg, ik kan niet meer, ik kan echt niet meer. Dus op een gegeven moment naar bed gegaan. Dus dat is eigenlijk wat ik gedaan heb. En ja, we zijn gewoon nu lekker thuis. Maar dat betekent wel dat ik deze ups en downs moet afsluiten.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende.